Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En we zijn voor de derde keer op rij bezig met een serie uit de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Dit is deel 3 dus, met als titel Als het goede pad niet vanzelf spreekt. Ik weet niet wat er in jouw familielijn zit, goede en minder goede dingen. Goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Of er veel of weinig ballast aan je is meegegeven. Of je vertrouwd bent geraakt van jongs af aan met goede communicatie, een open sfeer, met geloof, hoop en liefde. Of dat het helaas helemaal anders was en juist belast bent vanwege allemaal erfelijke dingen. Psychische nood misschien wel, of bepaalde verliezen, bepaalde geheimen of andere problematiek. Of, en dat zal voor de meeste mensen onder ons zo zijn, hebben we een mix aan goede en minder goede dingen meegekregen. En wat je wel en niet hebt meegekregen, beïnvloedt je natuurlijk enorm. Die hebben invloed op je dagelijks functioneren, hoe je in het leven staat, hoe je reageert op moeilijkheden. Je staat nu eenmaal door wat je wel en niet hebt meegekregen, goed of juist minder goed voorgesorteerd in het leven. En natuurlijk heb je een keuze hoe je daarmee verder gaat. Maar voor de een zijn bepaalde keuzes een stuk makkelijker dan voor de ander. En vandaag kijken we naar Asa. En die stond zeker niet mooi voorgesorteerd om een goede koning te worden. Want het is hem allemaal precies verkeerd voorgedaan. In het eerste boek van Koningen lezen we dat de eindbeoordelingen van zijn vader en grootvader ronduit slecht uitvielen. En zijn grootmoeder was bovendien ook nog iemand met een buitengewoon slechte invloed. En deze Asa, die erft op een bepaald moment het koningschap van zijn vader. En hij blijkt het uitstekend te doen. Laten we zijn verhaal lezen. 1 Koningen 15 vanaf vers 9. En je kunt meelezen. Asa werd koning van Juda in het 20ste regeringsjaar van Jerobeam van Israël. 41 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn grootmoeder was Maaga, de dochter van Abisalom. En net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de Heer. Hij joeg de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt. Zijn grootmoeder Maaga ontnam hij zelfs haar koninklijke titel, omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en verbrandde het in de bedding van de Kidron. En al verdwenen de offerplaatsen dan niet, toch was Asa de Heer zijn leven lang met heel zijn hart toegedaan. Hij liet de wijgeschenken van zijn vader overbrengen naar de tempel van de Heer en bracht er ook zijn eigen wijgeschenken onder, goud, zilver en gebruiksvoorwerpen. Asa was voortdurend in oorlog met Baasa, de koning van Israël. Koning Baasa van Israël viel Juda binnen en versterkte Rama om de aan- en afvoerwegen voor koning Asa van Juda af te snijden. Daarom verzamelde Asa al het goud en zilver dat in de schatkamers van de tempel en het paleis over was en stuurde enkele van zijn hovelingen ermee naar Damascus. Daar moesten ze het aan koning Ben-Hadad van Aram, de zoon van Tabrimon, de zoon van Gesjon, overhandigen met de woorden: wij zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u een geschenk in goud en zilver aan. Verbreek uw verdrag met koning Baasa van Israël, zodat hij zich uit mijn land terugtrekt. Ben-Hadad willigde het verzoek van koning Asa in en gaf zijn bevelhebbers opdracht met hun legers tegen de steden van Israël op te rukken. En zo versloeg hij Ion, dan Abel met Maaga, heel het gebied van Kinneret en heel het land van Naphtali. Toen Baasa hiervan hoorde, zag hij er vanaf Rama verder te versterken en trok hij zich terug in Tirza. Koning Asa liet heel Juda oproepen, niemand uitgezonderd, om mee te helpen bij het afbreken van de versterkingen die Baasa in Rama had gebouwd. De stenen en het hout werden gebruikt om de stenen van Mispa en Geba in Benjamin te versterken. Verdere bijzonderheden over Asa, over de vele overwinningen die hij behaalde en de steden die hij liet versterken,
zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Overigens werd hij op latere leeftijd slecht ter been. Toen Asa stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Jozefat volgde hem op. Nou, laten we even beginnen met wat namen en feitjes, zodat we weten waar we in dat grote verhaal van het Oude Testament zitten. De eerste koning van de Israëlieten is Saul, zo'n 1050 voor Christus. Het motief van de Israëlieten is niet zo zuiver, want ze willen gewoon net als de omliggende volken een koning. Deze Saul begint goed, maar faalt uiteindelijk opzichtig. Vervolgens wordt David de koning. Hij heeft zo zijn gebreken, begaat ook een paar flinke fouten, enorme fouten, maar zijn hart blijkt op de goede plek te zitten. Dat hart klopt voor God en mensen. En zijn zoon Salomo wordt vervolgens koning en die begint groot. Maar hoe langer zijn regering duurt, hoe minder goed hij alle wilde en macht kan dragen. En Salomo eindigt tragisch. Zijn zoon Rehabeam gaat op dit slechte spoor verder en verliest 10 van de 12 stammen. 10 stammen wordt Israël genoemd, het 2 stammenrijk Juda. En onder zijn leiding doet het volk wat slecht is in de ogen van de Heer. En er is sprake van allerlei wangedrag en allerlei verfoeilijke praktijken. De zoon van Rehabeam is Abiam, de volgende koning. En die regeert niet lang, maar zijn eindevaluatie is ook negatief. Er staat bij hem, hij bedreef alle zonden die zijn vader voor hem bedreven had. En dan komt Abiams zoon Asa aan de macht. Gelet op de korte regering van zijn vader zal hij nog niet oud geweest zijn. En hij staat dus zeker niet ideaal voorgesorteerd, want zijn overgrootvader was gezwicht voor alle verleidingen die een koning kan hebben. Zijn grootvader maakt kolossale fouten en het volk ontspoort onder zijn leiding en zijn vader is al even slecht. En deze voorgangers van Asa gaan met name de mist in op het punt wat voor de schrijver van 1 en 2 koningen het belangrijkste criterium is voor een goede koning. De trouw aan God. En naar het idee van deze schrijver is het als volgt. Als door een koning de dienst aan God goed geregeld is, komen alle andere dingen op zijn plek. Maar het tegendeel is ook waar. Als de dienst aan God niet goed geregeld is, gaat uiteindelijk alles mis. Dat blijkt bijvoorbeeld aan het eind van zijn tweede boek. De meest slechte koning uit de hele rij komt aan de macht, Manasse. En hij doet vreselijke dingen op godsdienstig gebied. Hij offert zelfs zijn zoon op, letterlijk. En er staat dat het volk zich laat verleiden door Manasse tot nog meer kwaad dan de volken om hen heen. En dan staat er, behalve dat Manasse zondigde door de Judeërs tot zonde aan te zetten, zodat ze deden wat slecht is in de ogen van de Heer, vergoot hij ook onschuldig bloed, zoveel dat Jeruzalem ervan overvloeide. Kortom, vreselijke dingen op godsdienstig gebied leiden tot vreselijke dingen, tot vreselijk onrecht in de samenleving. Terwijl goede dingen op godsdienstig gebied dus leiden tot goede dingen voor de mensen. En daarom is de schrijver van 1 en 2 Koningen zo gespitst op hoe koningen tegenover God staan. Dat maakt of een koning goed of slecht te noemen is. En daarbij komt het aan op het hart van zo'n koning. Zoals van Asa geschreven staat, Asa was de Heer zijn leven lang met heel zijn hart toegedaan. Het gaat om het hart dus. Daar vallen de beslissingen, zo is het Bijbelse idee. En daar zat het goed bij Asa en dus klopte het wat hij deed zijn leven lang. 41 jaar lang regeert hij. En dus, ook al stond hij volstrekt verkeerd voorgesorteerd, Asa kiest de goede weg.
En hierin zit gelijk de eerste bemoedigende les voor ons vandaag. Deze samenvatting van Asa's leven in 1 Koningen 15 zegt ons, wat je voorouders ook gedaan hebben of gelaten, wie ze ook zijn of zijn geweest, dat bepaalt niet alles. Wat er in jouw voorgeslacht mis is gegaan, wat er de generaties ook is doorgegeven, dat hoef je niet voor te zetten. Vast te blijven houden. Dat is niet je lot. Je bent vrij om een andere weg te gaan. En zeker als je tot de mensen behoort die helemaal niet blij of trots zijn op wat er in hun stamboom allemaal scheef en mis zit, hoop ik dat je dit ergens kunt eigen maken. Je bent vrij om een andere weg te gaan. Het zal niet makkelijk zijn, maar het kan. En Asa is een van de vele voorbeelden uit de Bijbel dat dit kan. Laat me het nog wat duidelijk maken met een voorbeeld, wat visueel maken. Misschien helpt het, misschien niet, dan mag je het vergeten. Maar stel jezelf een schroef voor. Ik had er een willen meenemen, maar dat is niet gelukt. Een schroef. En als je die schroef, als je die schroef in een balk schroeft, dan zit die vast. Maar stel je voor dat die schroef scheef ingedraaid is. Nou, dan kun je hem niet recht krijgen met een stevige ruk naar links of rechts. De schroef zal er eerst uitgedraaid moeten worden en er vervolgens recht ingedraaid moeten worden. Maar als je dat wilt doen, dan gaat die schroef heel gemakkelijk weer precies in het voorgedraaide gat. Je moet even opletten, de tijd nemen, een beetje met de nodige tegendruk, misschien wat met kracht erbij, en dan kun je de schroef recht indraaien. Nou ja, hoef je geen timmerman voor te zijn om dit beeld voor te kunnen stellen, denk ik. En jij en ik zijn als een schroef. Dat is misschien niet de meest complimenteuze vergelijking die je ooit hebt gehoord, maar voor vandaag ben je een schroef. En vergelijk het leven met een houten balk. En jij en ik zijn op een bepaalde manier in het leven gedraaid. Konden we niet heel veel aan doen hoe dat gebeurd is. Konden we vaak niks aan doen. Maar we zijn op een bepaalde manier in het leven gedraaid. Maar op een gegeven moment ben je volwassen en dat is het moment dat je je eigen schroef in het leven mag draaien. Sommigen beginnen daarmee op hun 18e, sommigen al eerder, sommigen als ze 21 zijn, sommigen pas op hun 30ste. Maar het kan altijd nog erger. Ik las laatst van twee Italiaanse broers van boven de 40 die door hun moeder uit huis waren gezet met behulp van de rechter. Die broers woonden nog thuis, sommigen herkennen het volgens mij, die broers woonden nog thuis. Betaalden niets, hadden een baan, maar betaalden niets en deden ook niks in het huis. Die moeder was het zat, had gelijk gekregen van de rechter en die kerels moesten het huis uit. Dus, ben je boven de 40 en woon je nog thuis, kijk uit voor je moeder. Maar goed, als je vroeg of laat, of heel laat, als volwassene de schroef opnieuw in de balk mag draaien. Oftewel jezelf in het leven mag zetten. Dan is de kans groot dat je jezelf dan precies op dezelfde manier in het leven weer draait. Stel je voor dat je in je jeugd op een manier het leven bent ingedraaid dat helemaal niet recht was, helemaal niet goed. Schots en scheef en je wilt nu recht staan. Dan moet je dat heel bewust doen. Dat gaat niet vanzelf goed. Maar heel voorzichtig. Met de nodige tegendruk. Misschien met de nodige kracht erbij. Jezelf recht in het leven zetten. En waarschijnlijk heb je ook meer dan één poging nodig. Om dat te laten lukken. Want zo makkelijk is het niet.
Maar Asa is een voorbeeld dat dit kan. Hij draait zichzelf niet in zijn koningschap op precies dezelfde manier zoals hij dat vroeger gezien heeft in zijn kindertijd. Nee, hij doet het anders en dat kost moeite. En hij moet een aantal dingen heel bewust anders doen en dat doet hij. En dat is het tweede dat we kunnen leren van Asa. Hoe je orde op zaken stelt in je leven. Hoe je de dienst aan God weer herstelt. Zodat je recht in het leven komt te staan. We hebben gelezen dat Asa verschillende dingen aanpakt die mis zaten. Eerst jaagt hij de mannen weg die tempelprostitutie bedreven. Op een of andere manier hadden ze bedacht om op die heilige plek tot prostitutie over te gaan. Iets dat bij omliggende godsdiensten ook wel voorkwam. En de godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt, die verwijdert Asa. En Asa neemt ook zijn grootmoeder haar koninklijke titel af, omdat ze een beeld van Asjera had laten maken. Dat beeld liet hij in stukken hakken en verbranden op een vuilnisbelt. Asa gaat vrij rigoureus te werk. Want hij weet dat er voor echt kwaad maar één oplossing is. En dat is er radicaal mee breken. En de problemen waar Asa mee te maken had, zijn misschien problemen waar wij niet zoveel bij kunnen voorstellen. En dat is waarschijnlijk ook niet iets dat wij verwachten van machthebbers, dat ze dat soort dingen gaan regelen. En wij vinden het meestal juist een goed idee dat machthebbers toch wat meer neutraal proberen te blijven en zich juist niet te veel bemoeien met godsdienstige zaken. Zo hebben wij dat geregeld in wat we dan noemen een democratische rechtsstaat. Maar goed, zo was die tijd niet. De staatsinrichting die men toen kende, zou je een theocratie kunnen noemen. Dat is in ieder geval de staatsinrichting die de schrijver van 1 en 2 Koningen voor zich ziet. In zo'n staatsvorm wordt er dan vanuit gegaan dat God de onmiddellijke gezagsdrager is. En de koning wordt dan voorgesteld dat hij een persoonlijke band heeft met God en de dingen op Gods manier regelt. Maar ja, deze regeringsvorm blijkt voor de meeste koningen in die Bijbelboeken te hoog gegrepen en te veel gevraagd. En er komt dan ook vaak maar weinig van terecht. Maar Asa is een uitzondering wat dat betreft. Maar ook al lijkt dat voor de samenleving, een theocratie, je vandaag de dag al helemaal niet meer haalbaar of wenselijk. Je kunt vanuit dit idee wel de link leggen naar je eigen leven. Jij en ik, wij kunnen voor onszelf de leiding van ons leven aan God geven. En via een persoonlijke band met God de dingen regelen in je leven. En als je dat wilt, hè, dan kun je leren van Asa. En leren dat het nodig is om orde op zaken te stellen ten aanzien van de dienst aan God. Dan moet je het eerst regelen. En Asa doet ons voor hoe dat kan. Twee dingen wil ik eruit halen. Hij verwijdert de godenbeelden van zijn ouders, staat er, van zijn voorouders. Ze hadden bepaalde beelden gemaakt, bepaalde goden gediend, bepaalde dingen goddelijke status gegeven. En Asa breekt ermee. En misschien zit er in jouw voorgeslacht ook wel zoiets. Wat was voor jouw voorgeslacht status, alles? Of geld, of carrière, of wat anderen van je dachten, of loyaliteit aan de familie, of aan een bepaalde groep, of controle, of het ego. En werd voor zoiets alles opgeofferd. En werd daar zekerheid en geluk van verwacht. Als we dat maar hebben en houden, dan zijn we er. En dan geef je dus iets, een goddelijke status. En als je zoiets bij je voorouders hebt gezien, dan kun je zomaar dezelfde dingen gaan vereren. Goddelijke status geven. En dan leert Asa ons, daar moet je op een of andere manier mee zien te breken.
Want zulke dingen maken juist dat je scheef in het leven komt te staan. Als zulke dingen je alles worden, dan klopt je leven niet meer. Nog een ander punt dat we van Asa kunnen leren als het gaat om orde op zaken stellen. Asa ontneemt zijn grootmoeder haar koningstitel. Blijkbaar was het een invloedrijke dame, deze Maaga. Ze wordt meermaals genoemd in de verhalen van koningen. Zonder veel toelichting. Wel dat ze een dochter van Absalom is. Een zoon van David die ten onder gaat aan zijn ambitie. En dat ze een aanstootgevend beeld van die godin Asjera had laten maken. En dan doet Asa dit. Het beeld hakt hij in stukken, gooit hij op de vuilnisbelt en zijn grootmoeder ontneemt hij haar titel. Haar koninklijke titel. En daar zit denk ik ook een belangrijke les. Je kunt de fouten van je grootouders of ouders niet ongedaan maken. Maar je kunt mensen in je stamboom wel hun positie ontnemen. Dat ze jou benadelen, beschadigen of wat dan ook. Je kunt wel hun invloed stoppen. Zoveel als je kan. Of je nou ouders hebt of voorouders of broers en zussen of een familie of die jou op een bepaalde manier proberen weg te zetten, klein te houden of van het geloof af te krijgen of wat dan ook. Je kunt zijn positie niet ontnemen. Het zijn je ouders, voorouders. Dat kun je niet ongedaan maken, maar je kunt hun positie en hun invloed wel stoppen. Grenzen trekken. Dat is wat Asa doet. Hij trekt duidelijke grenzen. Tot hier en niet meer verder. Zo kan hij zelf verder gaan om zijn leven recht te zetten. Even samenvatten tot nog toe. 2 van de 3 punten hebben we gehad. We zagen dat Asa verkeerd voorgesteld stond, maar dat zijn leven niet bepaalde. En dat leert ons dat wij ook onszelf anders in het leven kunnen zetten. Al zal dat niet vanzelf gaan. We zijn vrij, dat is het eerste. Om onze eigen weg te gaan. Het tweede, dan moet je soms wel maatregelen nemen. Breken met dingen, bepaalde dingen anders doen, bepaalde mensen hun positie en invloed ontzeggen. Dat is niet makkelijk, maar nodig om recht in het leven te komen te staan. En dan het derde vanuit dit verhaal. Wij allemaal hebben iemand als Asa nodig. We hebben nog een betere Asa nodig zelfs. Want ergens schiet Asa ook weer tekort. Hoe lang die ook regeert, na 41 jaar is het voorbij. En die 41-jarige regeringsperiode is ook weer niet foutloos. Er zijn een aantal dingen die niet lukken. En ook dat hele verhaal over dat conflict met zijn tegenstander Baasa, dat zijn land intrekt en Rama verovert. Ja, daar lijkt Asa vooral door angst gedreven. En logisch, want Rama dat lag heel in de buurt van Jeruzalem. En Baasa was bezig om aan- en afvoerwegen af te sluiten. En dus, ja, die vijand kwam al heel dichtbij. En dat doet Asa besluit om zijn vertrouwen te stellen op koning Ben-Hadad. En het zilver en goud uit de schatkamers van de tempel, met dat zilver en goud verzekert hij zich van de steun van deze koning. Het werkt wel, Ben-Hadad verbreekt zijn bondgenootschap met Baasa en valt Baasa aan en Baasa moet zich terugtrekken en Asa heeft zijn eerder verloren gebied weer terug. Het werkt dus voor Asa wel, maar het is duidelijk dat dit niet helemaal goed was. Maar de eindevaluatie van Asa blijft positief. En dat konden die mensen wel gebruiken na die slechte koningen voor hem. Want pas met een goede koning kan het goed gaan met de mensen. En wij hebben dus ook een goede koning nodig. Goede leiding
Op wereldniveau hebben we goede leiders nodig. Ik denk dat de escalerende situaties op het wereldtoneel dit meer dan duidelijk maken. We hebben goede leiders nodig op samenlevingsniveau. Daar zijn we ons ook wel van bewust, zeker in verkiezingstijden. Maar we hebben ook op ons eigen persoonlijke niveau leiding nodig. En ik denk dat we ons daar minder van bewust zijn. Want als het om onszelf gaat, kunnen we zomaar denken dat we het zelf wel redden. Het zelf kunnen uitmaken wat goed is en wat niet goed is. Maar we zijn er niet voor gemaakt om zonder leiding te leven. We zijn niet gemaakt om eigen koninkrijkjes te bouwen. We zijn niet gemaakt om te heersen over ons eigen leven. We hebben leiding van buitenaf nodig. En als we denken zonder leiding te kunnen, is er grote kans dat we de touwtjes van ons leven onbewust uit handen geven aan overheersende mensen in onze omgeving, of overheersende groepen in ons leven, of aan de heersende ideeën die er nu eenmaal zijn. Maar mensen, groepen of ideeën schieten ergens altijd tekort om ons goed uit te laten komen. We hebben iets anders nodig. Iemand anders. En die boeken 1 en 2 Koningen wijzen goede koningen als Asa al vooruit in de richting van diegene. Maar er zijn al meer teksten uit het Oude Testament die wijzen naar degene die we nodig hebben. Misschien wel het mooist doet Psalm 72 dat. Die psalm schrijft over een koning die rechtvaardig is, recht doet en redding biedt. Over een koning die bevrijdt wie arm is en om hulp roept. Het is een koning die zijn hand uitsteekt naar degene die geen helper hebben. Het is een koning die hart heeft voor weerlozen. Het is een koning die verlost van onderdrukking en geweld. Het is een koning die het lot zich aantrekt van mensen. Die hart heeft. Het is een koning die zorgt dat mensen genoeg hebben. Het is een koning die voor eeuwig en altijd zal zijn. Het grote Bijbelse verhaal is Jezus Christus dan die koning. Die ultieme koning waar Psalm 72 over spreekt en waar goede koningen zoals Asa naar vooruit wijzen. En in dat grote Bijbelse verhaal wordt ons gezegd, deze Jezus schiet niet tekort. Die is niet beperkt. Die is niet eindig. Het is niet iemand die over het algemeen goede keuzes maakt, maar die altijd weet wat goed is. Het is niet iemand die oog heeft voor de meeste mensen, maar oog heeft voor ieder mens. Maar bij deze koning kun je gerust zijn. Kun je zeker zijn. Kun je veilig zijn. Die koning Jezus is niet ver weggebleven, daar gaat kerst straks over. Gekomen als kind in een voerbak. Opgegroeid buiten de schijnwerpers. Veelal geleefd in de marge. Vroegtijdig uit de weg geruimd. Afgezet, verworpen, gedood. Maar opgestaan uit de dood. En daarmee door God bevestigd als de koning aller tijden. En hij is nu al de koning van iedereen die voor hem kiest. In geloof. Als je gelooft, zeg je als het ware, Jezus Christus, dat is mijn leider, koning. Ik geef de leiding van mijn leven in zijn handen. En dan ben je betrokken bij een alternatief koninkrijk, dat nu vaak nog verborgen is en overschaduwd wordt. In goede kerken zie je bijvoorbeeld wel af en toe iets van. In gebrokenheid, maar daar proef je al, als het goed is, hoe het is als Jezus het voor het zeggen heeft. En dan proef je als het goed is al iets van die vrede, de liefde, de blijdschap, het herstel, wat het gevolg is als Jezus de leiding heeft. En de belofte is dat deze Jezus uiteindelijk orde op zaken zal stellen, ook op wereldniveau. Overal waar nu geweld en onderdrukking is, dat hij op een gegeven moment dat weet recht te zetten. En de belofte is dat zijn rijk
geen einde zal hebben. De schrijver C.S. Lewis heeft deze koning verbeeld als de leeuw Aslan in de verhalenreeks De Kronieken van Narnia. Een leeuw. Is hij dan niet gevaarlijk? Vraagt iemand dan over Aslan. Jawel, wordt gezegd. Hij is gevaarlijk, maar goed. Dat is Jezus. Denk niet te soft, niet te klein, niet te min van Jezus. Hij is ook ergens niet te temmen. Maar twijfel nooit aan zijn goedheid. Hij is niet ongevaarlijk, hij kan onnavolgbaar zijn. Groots en sterk en buitengewoon intelligent. Verborgen vaak, maar hij komt terecht aan. En hij is goed. Hij is zo goed. Zo ontstellend goed. Er is niemand aan wie je de leiding van je leven beter kunt toevertrouwen dan aan hem. Nu al. Wie je ook bent, wat de generaties voor je ook hebben gedaan of gelaten, wat je ook allemaal hebt in je rugzak, of dat het allemaal heel erg meevalt, onder zijn leiding kom je recht te staan in het leven. Kom je goed in het leven te staan. En kom je goed uit. Amen. God is mijn herder die mij leidt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mij. Door een donker dal,
Laten we danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw koning, Jezus Christus, die gekomen is. En ook aan het einde weer zal komen. En wie wij nu mogen dienen. Wilt u ons daarbij helpen om hem de leiding van ons leven toe te vertrouwen? In het vertrouwen dat we dan ook thuis zullen komen. Goed uit zullen komen. En recht komen te staan. En misschien zijn er in ons leven dingen die we nog moeten regelen, die we anders moeten doen. Misschien moeten we weer opnieuw beginnen. Misschien moeten we stoppen met sommige dingen of sommige invloed breken. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons laten zien waar het misschien bij onze voorouders misging, waar het nu in ons eigen leven bij misgaat? En help ons met uw Heilige Geest om opnieuw recht in het leven te komen te staan, zodat het klopt wie we zijn en wat we doen. Wij bidden u dat het rijk van u, Heer Jezus, dat komt. Zo die belofte ligt er in de Bijbel, dat het niet te lang zal duren, want we zien zoveel geweld. Via het nieuws, van dag tot dag. We zien zoveel oorlog. Ook in Oekraïne, waar het zo uitzichtloos lijkt te worden. Gazastrook, Israël, op zoveel andere plekken, alstublieft. Dat u dingen gaat rechtzetten. Geef nu al mensen, als dat kan, die er wat van weten te maken, die weten te beschermen, die weten oplossingen te zoeken, vrede te maken. Komt u zelf ook, met uw rijk, dat dan de hele aarde bedekken zal, maar alles weer goed zal zijn. Wilt u mensen helpen die nu heel moeilijk zitten, dicht bij ons in deze stad of ver weg, die het zo slecht hebben, zo slecht getroffen hebben. Ontfermt u zich, helpt u. Zoek hen op. U bent toch een God die dichtbij komt, die afdaalt. Wilt u dat doen? Steeds weer, steeds opnieuw. We leggen in de stilte ook onze eigen dingen aan u voor, waar we u voor willen danken of voor willen bidden.
Hoor ze ons bidden en neem onze dank aan uit genade. Amen.